In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemels werden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. Bokkenrijders, alle gevoel, dat is. Ze moeten ze uitgooien met wortel en pak, dat moeten ze. Ja, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord, voorleden nacht de steen van alle schoenen was gebrand en alles van water hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar, Warren? Allergebroed, dat is! Ze zeggen dat hun ogen licht geven in het donker. En dat ze zo rap zijn dat het nooit wat betreft als een donder. Geswens, dat zeg ik u. Achterop was je keuvel dat met lage strengen en omkoperijen gewoon weer voorknikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van de koude kermis thuis. Die nog. De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waarschrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde hen ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die bokkerijders, de parasieten van deze streek en de UFO in het bijzonder. De goddeloze droeger. Deze lange zwarte manen is te duur voor gelijk. Wanneer hij in de buurt is, werd uw leven niet zeker. Om nog te zwijgen over haven en koeien. Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten? Een godslastelijke manier, dat zeker. Maar ik wel. Hoogmoed komt voor de val. Dat kan wel zijn, broer. Als jongeling deugde hij al niet. Altijd tegen de terugkeuring. Je zag het nog aankomen dat je een deugniet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht. En gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder. Zich oploste in het niets. Een dag later bereikte
stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edelmens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bang, mijn God.